Nou, dan gaan we weer. Dirk, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben de laatste dingetjes aan het invullen van het negende schilderij van de zesde symfonie van Mahler. En die verbeelding van Mahlers zesde telt in totaal 57 schilderijen. Dirk Hakse is bezig met een Europese tour waarin hij van Nederland tot Oostenrijk symfonieën van de componist in een soort strandpanorama's uitbeeldt. Nu dus in het Beatrixpark. Maar moet je maar eens hier in de midden gaan staan, dan zie je dat het perfect in elkaar overloopt. Dat zijn golvende lijnen in de lucht, golvende lijnen in de zee. En als de horizon omhoog of omlaag gaat, dan betekent het dat het volume van de muziek verandert. Als ik een klank hoor, zie ik een kleur. Als ik bijvoorbeeld een C-akkoord in een vleugel aansla, dan zie ik een oranje-rode kleur. Nou, dit zie ik hier in C. Dit gaat naar G toe. Voor bezoekende kunstliefhebbers heeft Dirk meeluisterkoptelefoons klaar liggen. Dit is gewoon hetzelfde als wat jij hoort. Ja, want ik zit aan hetzelfde kastje vast. Die vraag krijg ik heel vaak. Hoor. Dan denken ze dat ik iets van James Brown hoor zeker. En dan moeten ze helemaal luisteren, maar dat is niet zo. Dus er zit maar één ingang, één kabel aan en dat was het dan. Begin oktober moet het af zijn. Daarna worden de werken losverkocht en belandt het panorama dus in delen bij nieuwe eigenaars. Die mensen hebben wat met elkaar. Zonder dat ze het van elkaar in de gaten hebben. Dat is toch prachtig gewoon. En dat is ook iets wat wel bij muziek hoort. Hè? Van, het orkest speelt de muziek. Maar waar is de muziek gebleven? Op het moment dat de muziek al ophoudt. En dan zie je dan een schilderij staan. Dat is toch een prachtige gedachte.